Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over het herseninfarct, ook wel het ischemisch CVA, ofwel een cerebrovasculair accident. Aan het eind van deze video weet jij de verschillende oorzaken van een herseninfarct, waarom time is tissue geldt en waarom de deadline van 4,5 uur na het begin van de symptomen zo belangrijk is. CVA wordt ook wel een beroerte genoemd. Daar kennen we twee vormen van: het ischemisch CVA en het hemorragische CVA. Soms bloedig CVA genoemd, beter bekend als een hersenbloeding. Ischemisch CVA komt vaker voor en in deze video gaan we deze verder bespreken. Het probleem is dat het hersenweefsel niet genoeg zuurstof krijgt, vaak door een bloedstolsel waardoor geen bloed verder kan. Het weefsel hierachter begint dan af te sterven. Dit stolsel kan trombotisch zijn, een bloedprop die daar ter plekke begint. Dit gebeurt vaak als een atherosclerotische plak scheurt. Hierdoor komt de stollingskaskade op gang, waardoor daar lokaal het bloedvat wordt afgesloten. Of het komt vanuit een embolie, een bloedprop uit het lichaam dat gaat reizen en in dit geval in de hersenen uitkomt. Vaak komt deze dan uit het hart met atriumfibrilleren. Zie hiervoor de video over atriumfibrilleren. Hierbij staat het bloed namelijk te lang stil in de bovenste helft van het hart. En stilstaand bloed gaat nou eenmaal een stolsel vormen. Deze raakt los en wordt gelanceerd uit het hart bij de hartslag. De route rechtdoor zijn de hersenen, dus je zal snappen dat dit een veel voorkomend scenario is. Het hoeft trouwens niet per se een bloedprop te zijn. De prop kan in theorie eigenlijk van alles zijn dat vastloopt. Denk aan vet, beenmerg, lucht of tumorcellen. Maar het resultaat is hetzelfde. Het achterliggende weefsel krijgt geen zuurstof meer en zal dus gaan afsterven. Ischemie betekent dat het weefsel zonder zuurstof zit. Vandaar de benaming ischemisch CVA. Als de afsluiting zich dan op tijd oplost, door medisch ingrijpen of gewoon door het lichaam zelf, dan zie je dat binnen 24 uur alle klachten weer kunnen verdwijnen. Dit noemen we dan een TIA. Als de cellen te lang zonder zuurstof blijven zitten, zullen ze doodgaan. Dit noemen we necrose, oftewel celdood. Bij een CVA is er celdood geweest, waardoor er, afhankelijk van waar het in de hersenen precies zat, restverschijnselen zullen zijn. Om het risico van afsluiting enigszins te verkleinen, hebben de hersenen een ingebouwd safety mechanisme. En dit noemen we de cirkel van Willis. Een cirkelvormig bloedvat als je de hersenen van onderen bekijkt. Als er ergens oponthoud is, dan kan het bloed er nog via de andere kant langs. Aftakkingen van de cirkel van Willis zijn wel eindarteriën. Als daar een afsluiting in komt, is er geen omweg en zal het achterliggende weefsel afsterven. De symptomen hangen dan heel erg af van waar in de hersenen de cellen zonder zuurstof zitten. Maar de vaak geziene symptomen kennen we van het beroertealarm, mond, spraak en arm. Afhangende mondhoek, spierzwakte in de arm, maar het kan bijvoorbeeld ook in de benen. En problemen met de spraak, zowel het uitspreken van taal als het begrijpen van taal. Maar eigenlijk kan natuurlijk alles dat onze hersenen aansturen een symptoom worden van een herseninfarct. Denk aan gevoelstoornissen, visusstoornissen, evenwichtstoornis, een dronken looppatroon, problemen in de emotieregulatie, problemen in de homeostase, etc. Deze symptomen kunnen dus heel erg verschillen. Wat ze wel allemaal hebben, is dat ze plotseling ontstaan, in een tijdsperiode van minuten. Namelijk op het moment dat dat propje vastloopt en het weefsel zonder zuurstof komt te zitten. Daarna is tijd van belang. Time is tissue. Omdat we van de buitenkant niet kunnen zien of we met een ischemisch CVA of een bloedig CVA te maken hebben, worden er na anamnese en lichamelijk onderzoek eerst beeldvorming verricht, meestal in de vorm van een CT-scan. Als hier dan uitkomt dat het geen hersenbloeding is, maar een herseninfarct, dan gaan we natuurlijk zoveel mogelijk weefsel proberen te redden. In de eerste paar uur draait alles om zoveel mogelijk weefsel redden. Zaken zoals hartslag en bloeddruk worden in de gaten gehouden. De bloeddruk mag niet te laag zijn, want dan krijgt het hersenweefsel nog minder bloed. De lichaamstemperatuur wordt in de gaten gehouden, want hypothermie werkt namelijk beschermend. En we gaan natuurlijk kijken of we de prop kunnen weghalen. De eerste keuze hierin zijn de trombolytica. Met medicatie kunnen we dan de bloedprop oplossen. Dat doen we het liefst voordat de symptomen 3 uur bestaan, soms maximaal uitgerekt tot ongeveer 4,5 uur. Trombolytica zorgen voor antistolling in zo hoge mate dat het risico op doodgaan aan een bloeding erg hoog is. Daarom wordt het alleen in specialistische centra gebruikt en zijn er hele strenge regels voor. Zo beginnen we bijvoorbeeld de tijd te tellen vanaf de laatste keer dat iemand zonder symptomen is gezien. Als dus bijvoorbeeld iemand wakker wordt met de symptomen, gaan we uit van de laatste keer dat ze gezien zijn, meestal die avond daarvoor. Vaak betekent dit dus dat de tijd al verstreken is. Wat we ook kunnen doen is de bloedprop chirurgisch benaderen en verwijderen binnen 6 uur. Dit wordt dan via de bloedvaten gedaan, waarbij je met de beeldvorming de afsluiting in beeld kan brengen. Je kan dan lokaal trombolysemedicatie geven, of wat vaker wordt gedaan, dat de bloedprop letterlijk wordt weggehaald. Een trombectomie, letterlijk trombus weghalen. De behandeling op de lange termijn is hoe we de symptomen zo leefbaar mogelijk kunnen maken, afhankelijk van de precieze symptomen, bijvoorbeeld met fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Daarnaast wordt er ingezet op het voorkomen van een volgende beroerte. Als de oorzaak van de beroerte wordt gevonden, bijvoorbeeld in de vorm van atriumfibrilleren of een dichtslippende halsslagader, dat is een carotisstenose, dan gaan we dat behandelen. Verder krijgt de patiënt antistolling, zodat het bloed minder snel een volgende prop gaat vormen en wordt het cholesterol verlaagd met medicatie. Ook is het aan de patiënt om leefstijlveranderingen door te voeren, eventueel met de hulp van gespecialiseerde professionals. Genoeg bewegen, gezond eten en niet roken. De prognose is vanaf het beginstadium moeilijk te voorspellen, maar 2 zaken zijn veel voorkomend. Tot 1 jaar na het herseninfarct kunnen er kleine vooruitgangen worden geboekt in bijvoorbeeld de spraak en motoriek. Daarna wordt het veel lastiger. En veel patiënten houden er wel iets aan over. Maar hoeveel verschilt dus heel erg. Het kan verschillen van een verminderd concentratievermogen tot en met halfzijdige verlamming met spraakproblemen, of zelfs nog heftiger. Vind jij deze video's handig bij het leren? Dan is de Juf Danielle Academie zeker wat voor jou. Hier heb je toegang tot nog veel meer video's en je kan er oefenvragen maken. Aanmelden kan via www.jufdanielle.nl. Bedankt voor het kijken.